Een hele goede middag. Mijn naam is Armin Streemstra. Ik ben van Die van Makelaars. Ik neem jullie mee tijdens de Facebook Live uitzending van de woning aan het Castricumplein. En de buurvrouw die hoort mij net beginnen, dus die is nieuwsgierig wat er gebeurt. Ik ga jullie heel even laten zien wat er gebeurt op het moment dat we binnenkomen. We zijn namelijk op de vierde etage van het Castricumplein. En dan gaat het net één trapje omhoog. Nou, dat ga ik jullie zo meteen even laten zien. De buurvrouw neemt nu de lift naar beneden. En uiteraard gaat de lift ook naar boven toe. En dan heb je een paar treetjes naar boven. En dan komen we bij het topappartement. Op nummertje 27. Dat betekent dus dat je geen buren boven je hebt. En dit is een driekamerappartement gelegen op eigen grond. Actieve vereniging van eigenaren. En ja, het is absoluut een leuk startersappartement. Het is vooral lekker licht. Het is zonnig. En ik ga jullie rondleiden. Woonkamer. Zou eventueel een tweede slaapkamer kunnen zijn, maar ook als eetgedeelte. We hebben zowel een balkon aan de voorzijde als een balkon aan de achterzijde. Dan hebben we hier links de deur richting het toilet. Daarnaast de deur naar de badkamer. Aan de rechterzijde de master bedroom. En aan het einde van de woning de keuken. En dan hebben we nog een tweede achterbalkon. Op de begane grond een ruime berging. De woning is gelegen op loopafstand van het openbaar vervoer. Op loopafstand van de winkels, zowel winkelcentrum Leienburg als het Castricumplein. Nou, we zijn net hier binnengekomen door deze deur. Daarnaast hebben we de meterkast. 5 groepen. Door de gehele woning ligt een parketvloer. Op zich een fraaie vloer, maar hij zou met een parketeur moeten kunnen overleggen om hem een keer op te schuren. Want hij heeft wel een schuurbeurtje en een lakbeurtje nodig. Maar in de basis is het een supermooie vloer. Nou, we komen eigenlijk direct in de woonkamer. Zoals ik al zei, een heerlijk zonnig appartement. Met rechts het eetgedeelte. Het heeft wel wat aandacht nodig. De woning is lange tijd verhuurd geweest. Bijvoorbeeld het plafond, dat zal opnieuw bijgewerkt moeten worden. Er zitten wat plekken in. En het moet vooral helemaal opgefrist en geschilderd en gedaan worden. Deze kamer kan je dus eventueel als tweede slaapkamer gebruiken. We gaan vandaag beginnen met de bezichtigingen. Een aantal brochures voor vanmiddag liggen klaar, maar ik ben hier ook aanstaande zaterdag nog een keer. Mocht u naar aanleiding van deze live video de woning ook willen bekijken, bel dan even naar kantoor 070-448-3150. 070-448-3150. En dan gaan we kijken of we eventueel aanstaande zaterdag nog even deze woning kunnen bezichtigen. Lekkere ruime woonkamer en wat ik al zei, een zonnig balkon. De kozijnen en de ramen die hebben echt wel aandacht nodig. Die vallen binnen de Vereniging van Eigenaren. En ja, er moet echt druk gezet worden bij deze Vereniging van Eigenaren om dit aangepakt te krijgen. Want dit is echt wel in te slechte staat. Het is een heerlijke groene omgeving. Lekker zonnig. Tram op de Escaplaan. Daarachter ligt het Haga ziekenhuis. Het is niet te zien door de prachtige bomen. Het is wat lawaaierig vandaag, althans op dit moment. Omdat namelijk net de school beneden uitgaat. Maar ja, dat is een half uurtje. Omdat het even wat drukker is hier zo. Een lekker zonnig balkonnetje. Maar helaas zijn deze kozijnen gewoon wel in erg slechte staat. Maar nogmaals, het valt binnen de Vereniging van Eigenaren. Dus ga vooral actie zetten richting de Vereniging van Eigenaren. Want hier moeten ze gewoon iets aan doen.
kunststof kozijn, dubbelglas, deur naar binnen. Maar ook deze kozijnen moet absoluut iets aan gebeuren. Goed, gang. Met de eerste deur links gaan we richting het toilet. Nou, dat ziet er op zich netjes uit met fonteintje. De camera die wil even niet meewerken. En naast het toilet hebben we de badkamer. Wastafel. Douche. Met mini-bad. Maar voldoende ruimte om eventueel een douchecel of kleine inloopdouche te maken. De slaapkamer is zeer ruim. Natuurlijk fijn dat het een topetage is, dat je geen bovenburen hebt. En er zit een hele grote kastenwand op dit moment hier in de slaapkamer. Tot slot de keuken, goed formaat. Maar ook deze heeft wel wat aandacht nodig. Oudere oven, gaskookplaat. Ja, je ziet hier dat het plastic van de kastjes wat losgelaten heeft. Koelkast moet vervangen worden. En plek voor de wasmachine. Tot slot het achterbalkon. En een bergkast voor de wijnvoorraad. En zoals ik al zei, beneden hebben we ook nog een ruime berging. Prima balkon als het echt super mooi weer is. Ook voor kinderen is er veel speelgelegenheid, veel groen in de omgeving. Winkels, openbaar vervoer. Binnen een kwartiertje in het centrum van Den Haag. Maar ook binnen een kwartier op het strand van Kijkduin. Kortom, een super leuk appartement. Er moet alleen gewoon wel even aandacht besteed worden aan de kozijnen. En ja, vooral de keuken. En dan is het echt een leuk appartement. Zeker voor starters. Mijn naam is Armin Streekstra. Ik ben van Dievenmakelaars. Bedankt voor het kijken. Wie weet, tot ziens.